I broke it. You're breaking my chair, bro. It's not your chair. You're breaking my balls, Jeff. Ik snap nu wat je voelt met hij blijft pijn doen. Het doet inderdaad pijn. Dan zit hij er goed in. Ja. Dan zit hij er goed in. Oh. Gaat het nog wel? Ja hoor. Gaat het met jou, Jens? Ja, niet zo goed. Oeh. Is serieus? Nee. Het... Hey, die mensen heb je er ook bij hoor. Dat iemand anders wordt getatoeëerd en dat iemand een handje vasthoudt. Piercings of zo. Oh, yo. Dat heb ik volgens mij één keertje gezien bij iemand. Met die, diegene werd gepierst. En de vriendin die hield het handje vast. En die viel even neer. So. Een vriend van mij liet een tongpiercing zetten. En terwijl ze zeg maar die klem erop zette, zei hij nee. En trok hij zijn tong terug. Oh, ja. Maar toen, dus gelukkig zat de naald er nog niet doorheen. Maar hij was echt... Dat wou ik echt zeggen, gast. Doe normaal. You're breaking my balls. Oeh, tenies. Oeh, dat onderste randje doet pijn. Deze deed wel meer pijn dan die. Ja? Ja. Ik denk ook dat deze nog een keertje moet. Hm? Ik denk ook dat deze nog een keertje moet. Ja, dat denk ik ook. Oh, die doet echt pijn. Hallo, oh. Hallo. Hallo. Skatsie? Jansie. Ja, wat handig. Wet hands. Mm-hmm. Godverdorie, jongens. Het is wat jullie wilden. Ja. Ja, we hadden het liever andersom gezien, maar... Ik had het liever helemaal anders gezien. Ik had liever, zeg maar, hand in hand, kameraden, met z'n drieën, woep, die poort uit. Maar ja, maar ja. Ik reken erop dat ik bij de laatste 10 zit. In ieder geval de laatste 8. Zeg maar, vandaag of volgende week is eigenlijk ook best wel relatief. Ja, maar... ik zit een beetje door te rekenen, weet je? Wat ben je door aan het rekenen? Nou ja... Verdere verloop waarschijnlijk ga jij morgen weer naar huis. Mm-hmm. Ja, zeg maar... En de volgende... Wanneer niemand in zijn hoofd haalt om ineens spontaan te switchen... Om zo... dan is de volgende Milena. Ja. Ja, wie gaan de 6 er dan uitzetten? Ja, maar dit is echt, hè? Ja. Ik zat te kijken, ik dacht, wauw. Wauw. Ik. Ja. Mhm. Ja. Hm? Of Bren. Dan zijn ze vies. Ja, ik denk best dat ze dat zouden kunnen doen. Ja. Nou, of dat ze, ja, zeg maar, het hoeft ook niet zo snel. Zeg maar, ook jij kan eerst weg en dan... Zeg maar, met elke persoon die vertrekt, breiden ze het imperium uit.
Waardoor de moeilijkheidsgraad van iemand die toch afvalt van de groep. Dat bijvoorbeeld een Lex zegt, of een Vren, of een Hiss van ik kan toch niet over mijn hart verkrijgen om op Brennan te stemmen. Zeg maar, dat maakt nu nog uit. Maar als jij ook weg bent, en een Dylan of een Shelly ook, dan heb je zeg maar gewoon nog genoeg mensen over. En Mariska? Mariska, die is een papegaai, die gaat gewoon mee. Ja. Maar wie zei dat nou tegen mij? Of zij wilde Jessie eruit hebben of zo? Merel wilde ze eruit hebben. Nee, ze wilde. Oh ja, Merel wilde ze eruit hebben en ze wilde uiteindelijk ook Jessie eruit hebben. Dat weet ik niet. Ja, dat heeft Brennan toen gezegd dat hij. Ja, dat zei ze in het begin of zo. Ja. Toen zie ik al. Dat is nog niet eens zo lang geleden hoor. Nee, 4 maandjes. Nee, niet 4 maanden. Dat is toen dus. Toen, wel. Nee. 4 maanden. Michael ging... Ja, maar ze heeft het later tegen mij nog een keer gezegd. Oh, zo. Toen we met die kistjes bezig waren aan het schuren. Nou, hoe lang is dat geleden? Een maand. Toen zei ze nog van, Dre, ik wil met je samen spelen. Eerst Merel eruit. Ze wilde echt de sterke eruit hebben. Dus ik vraag me af wat ze... We weten wat de woorden van Maris waard zijn, hè? Nee. Heel weinig. Met het 6 uur opstaan en het spinnen. En de oudere dag en de burgerlijst. Enzovoorts trouwens. Het persoonlijke zakgeld, het nieuwe financiële stelsel. Mooi geweest. Ja? Eigenlijk de doelen. Ja. Doelenlijst. Ik denk nu wel dat de doelen weten. En zo niet, dan kom ik wel een keertje naar Groningen. Het ondersteunen van de tattoo shop, naar mogelijk. Ja, die hebben ze wel goed op de kaart gezet, hè, de tattoo shop. De commerciële zakenvrouw van het jaar worden. Omdat ze al commercieel is uitgeleerd. Het is, En toen vroeg ik het er daarna en toen zei ze, nee, niemand is commercieel uitgeleerd. En toen dacht ik, maar bitch, dat heb je gezegd. Ja. Bitch, please. Heeft ze zeker gezegd. Persoonlijk was ze ook uitgeleerd. Ja. Want ze kent zichzelf heel erg goed. Oké. Okay. Ah ja, daarom. Oh, en ze wordt bijna miljonair. Dat heb ik ook al 5 keer gehoord. Ja, inderdaad. Ze wordt bijna miljonair? Ja, bij de postcode of zo. Heeft ze dat verhaal niet ook tegen jou opgehangen? Oh, de postcode loterij, als die is dus letters. Mijn postcode, lalala, dan ben ik binnen. Dan ga lekker naar huis dan. Mensen die in die illusie leven, daar valt toch ook gewoon geen wind mee te bezeilen. Om in Kees' terminologie te blijven. Voets. De zeilen op de wind van vandaag. Tering, hé. Dat was niet chill. Nee, daarom voelde je die vorige ook niet. Ik vond het ook zo lachen dat... Ik dacht, als dit het is, want we dienen er eenmaal kleinzerig. Dat Lex zo hard was in haar stemming. Ja, sorry? Dat Lex zei van, ja, wat je hebt gedaan kan echt niet. Terwijl gisteren, toen ik daar aan het bezemen was... Toen kwam ze huilend naar me toe van, ja, het spijt me zo van wat ik heb gedaan en gezegd. Ik had het echt niet moeten doen. Ik hoop dat je me vergeeft. Het spijt me zo. Meen je? En zei ik van, ja, denk je wel of zo. Skuif. Ja. Hypocrisie. Weet je nog? Ja, dat je is wordt er gebruikt, veel. Gebruikte met de stemmingen bij Chris. Hypocrisie. Ja, die was mooi, hè? Ja. Ik moet nog even kijken waar ik hem heb. Oh. Ik heb hem nog ergens. Hij staat ook op beeld. Oh ja. Goed. Maar ik vond hem echt heel erg mooi. Die doet wel echt pijn. Is hij zeurt naar. Hoe die geschreven stond, was die mooier als... Oh, Dylan! Mooier dan. Oh, deze begint nu ook. Nee, mooier als. Oh. Vind ik hem uitpak. Shit. Oh, Eeltje. Ja. Hurts, Lani? Yes. Goed. It's like a pain in the ass. The pain in the toe. Auw. Oh, dat is niet chill. Oh, dat is wel beter. Hoe kan dat? Oh, nu begint die pijn te doen. Ja. Ja, ze blijven gewoon over. De 6. En daarna, als ze dan 4 moeten overblijven, dan zijn Frenny en Mariska de lul. Hello guys! I got my toe tattooed. Again! Ja, een beetje zo. Met als enige andere leuke plot. Ja, dit is beter, hè? Een breuk in de relatie tussen Jessie en Merel. Of een breuk tussen de vriendschap van Jessie en Gerrit. Zeg maar, dat is de enige manier waarop... Het imperium uit elkaar zal vallen. Gaat niet gebeuren. Blauwe nagel. Nee. Pinkaas. Zeg maar, het Gerrit scenario is eventueel nog... Gimbelteen. Denkbaar.
Hoe dan? Kiki. Want Gerard gaat nooit winnen wanneer Jessier is. Nee, klopt. Maar... ook niet waar die Merel er is. Maar hij heeft ook precies nul vrienden om zich heen die hem anders kunnen helpen. Dus daarom wordt het een beetje een moeilijk verhaal. Mm-hmm. Zeg maar, het is niet van oké, ik ga nu samenspannen met Shelly en met Brandon. tegen de rest. Ja. Ik heb al zijn kaarten ook gewoon verspeeld. Ja. He's part of the wrong team. Maar laat het maar lekker gebeuren. Het is wat het is. Ik hoef er gelukkig geen onderdeel van te zijn. Nee, ja, maar het team van Brandon, om het maar even zo te noemen, die is heel klein. Maar wij gunnen het. Zeg maar, stel, Brandon die vindt het leuk om te winnen, zeg maar, dat is de kerst op de taart voor hem. Hey, dat is de enige reden dat ik nog zou blijven. Wij gunnen het hem gewoon. We hebben gewoon zoiets, joh, weet je, prima. Jij verdient hem ook. Mm-hmm. Maar daar is het... iedereen voor zich. En gunnen, nou, dat doen we niet. Er zijn meer mensen die niet vooruitdenken. En daarom denken zolang ze maar langer erin blijven... dat ze een kans blijven behouden op de winst. Terwijl dat niet het geval is. Dan kan je hem ook zo eroverheen plakken. Zo toch. Want de vorige keer zakte die af, ja. Ja, ik heb niet de illusie dat ik win. Zo. Ja. De Messias heeft er mooi uitgespeeld. Het is gewoon echt ook heel erg jammer dat jullie die geen stemming hadden. Wat dan? Dat het nog heel erg anders kunnen lopen. Denk je? Dan ja, tuurlijk. Wat dan? Tuurlijk. Dan had ik niet op jullie gestemd. Of even niet? Jullie. Nee. Waarom niet? Omdat jullie kwamen sowieso aan de beurt. En een weekje erbij of minder, dat was niet erg geweest. Maar op wie had je dan gestemd? Daar ga ik me nu niet over uit. Nog game wil doen, eventueel. Ja, en ik niet. Nee, precies. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb net ook binnen tegen ze gezegd. Ik vind jullie gewoon allemaal kut. Dat had je vorige week vrijdag ook gezegd. Ja, klopt. Maar ik dacht, ik ga het nog even benadrukken. Ja. Dat ik bijna iedereen hier gewoon kut vind. En dat ik ook Merel uitlegde van, nou weet je wat het is? Het is een soort prijs die wordt voorgehouden. Die zo, woep, weg is. Ja. Naar huis gaan. Nou, niet meer. Ja, echt. Letterlijk. Ja, ik geloof je. Daarom heb ik ze ook aan je gegeven. Ja. Ik vond de beredenatie naar Jens toe vond ik ook heel raar. Je doet hier niks, je doet hier fucking veel. Ja. Je doet hier meer met de meeste mensen. Als je aan Jens vraagt, joh Jens, kan je me even helpen met... altijd. Met iets? Ja, tuurlijk. Altijd, ja. Joh, ik ga eerst eten of... ah, nee, ik wacht wel even met eten, ik hoop je wel even. Altijd! Ja. Dat vind ik echt de grootste, reinste onzin die ik heb gehoord. Ja, dus maar... je moet wat zeggen. Maar daarom, ik ken mijn eigen waarheid en ik weet niet of de mensen van de beeldbijzaal op dezelfde manier over denken, maar ik weet zelf dat het goed zit. Hmm. En verder kan het me eigenlijk ook allemaal een rotzorg zijn. Ja. Ja, maar ik vind het wel lelijk dat dat gezegd wordt, terwijl dat het niet zo is. Ja, maar dan wordt hier genoeg lelijke dingen gezegd. Ja. Zeg maar, de waarheid wordt hierin veel fout verdraaid. Mm-hmm.
Ja. Kan ik heel slecht tegen, kan ik je vertellen. Heel slecht. Yeah. Nou, en ik kan me er super boos van maken, maar ik kan ook gewoon denken van, nou, ik weet wie het zegt. Zeg maar, en ik weet dat in dezelfde zin waarin ik geen onderdeel ben geweest van Mariska Utopia, dat dat tegenovergesteld ook nooit het geval is geweest. En ik weet dat als Lex me niet meer kan luchten, ik weet dat ik haar ook nooit meer hoef te zien. Daar heb ik ook al uitgesproken van, hey, zeg maar, voor mij, in heel, mijn hele bestaanswereld, besta je gewoon niet meer. Je bent dood voor mij. Oh, wow. Ja, kan ik me wel goed voorstellen. Als zeg maar, op het moment dat iemand begint over mijn familie begint, ja, kan je, ja, dan ben je gewoon weg. Klaar met je. Ja, dan ben je gewoon eens vage schim. En als jij dan heel gepikeerd bent op de manier waarop ik vervolgens over jou denk, ja, dat is best wel krom. En diezelfde Merel die zoveel Milena geeft en daarom haar zo graag wil zien bloeien, dan denk ik ook van, jij bent ook fake as fuck. Weet je nog welk t-shirt ik gisteren wilde drukken? En Gerrit met de etterbak. Ik kan nog steeds doen. Hm? Dat t-shirtje die ik gisteren wilde drukken, wil ik nog steeds En dan denk ik van, ja, zeg maar, exact de vorige stemmingsronde, heb jij hetzelfde in veelvoud naar je eigen hoofd gekregen? En dan probeer je nu, zeg maar, een krachtterm te gebruiken om er goed op te staan of zo. Dan denk ik van, ja. Wat? Hm? Gerrit met zijn gezwel, ettergezwel. Oh ja. Dan denk ik van, ja, voor mij is dat ook niks waard. Ach wel, nee, die jongen doet hier niks. En... Nou ja, hij probeert zich nu goed voor te doen. Ja, maar dat is... Ook met dat jullie je capuchon op hadden. Oh, ja, sommigen hebben hier... Ja, maar ik zei ook tegen hem van, als ik het hoor van iemand anders, doe ik hem af. Niet voor jou, dag. Nee, wie de F denk je dat je ik deed hem wel af, maar niet als we daar zitten te wachten. Nee, tuurlijk niet. Je kan toch gewoon dat ding afdoen wanneer... Maar... We beginnen, ja. Ja, en dan die stemmen van Frenny, dan denk ik van, nou, zeg maar... Los van de tijd die zij nog met Tim hier was, heb ik nooit iets met of tegen haar gehad. En zeg maar, ze noemt dan een drietal punten van bijvoorbeeld op bed liggen. Ik dacht echt dat ze voor jou ging. Dacht ik ook. Dacht ik echt. Dacht ik echt, oprecht. Ja, en toen ze Jensen noemde. Oké. Maar weet je, ze zit er gewoon tot aan haar nek en verder in. Bij de drie. Ja. En ja... Ja. Ja. Ik ken hem ook niet zoveel meer. Jawel. Ik kan er ook heel moeilijk boos om zijn. Het is... Dylan. Maar ze is slimmer dan dat ze zich... Wij denken altijd, Frenny. Nee. Ja, heb je echt... Heb je bokshandjes nog... Ja, nou ja, ik heb het idee dat mensen dat denken van, Nee, maar ik vroeg me meer af of je echt dacht dat ze slimmer was dan... Ja. Ik denk dat ze slimmer is dat ze zich voordoet. Absoluut. Oh, ja. Klopt. Zeker. Ja, dat idee heb ik niet. Ja, ik wel. Ik weet dan ook niet met welke motivatie ze zoiets zou doen. Ze wil ook ver komen. Ik denk dat Frenny ook echt ver gaat komen. Ze heeft veel mensen... Ja, ze is echt kanshebber om te winnen ook. Nou, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Andrea, please. Nee, er zijn er... Er is er één. Of twee. Ja, goed zo. Dan zit je er goed in, hè? Het ligt eraan of er nog wat gaat gebeuren. Of er nog een twist gaat komen. Maar anders dan zijn we allemaal één voor één. Tja, 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 tja. Ja. Heel saai wordt het. Gewoon op een rijtje. Ja. Kop af. Ja. Moet ik weer je kist niet inpakken, Scotty? Nee, je moet eerst nog even een wasje in de droger. En dan is het zo handig om alvast een paar ratten te verleren. Die alvast weg te brengen. Ja. Milena, ik weet dat je het waarschijnlijk niet wil horen, maar ik ben er wel voor je deze week. Ja, op pleuren. Op Satana. Ik ben bang dat Jens degene is die... Graag roekeloos worden. Ja? Als mensen me in de weg gaan lopen, word ik echt roekeloos. Ik ga niet mensen aanraken of wat dan ook. Maar gewoon roekeloos met woorden. Ik word echt chagrijnig. Ja, maar ik bedenk wel gewoon, kijk, de laatste weken, ja, stel je voor, je bent er nog een week. Misschien ben je er nog wel 2 weken. Stel je voor. Nee, maar stel je voor. Ja. Laat jezelf van je beste kant zien. Ja, maar mensen moeten niet er voor me gaan zijn of zo. Als ze dat eerst niet waren. Zullen je wel er echt voor je zijn? Ja, nee, maar
Andere ja, oké. Okay. Nee, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Weet je, als Miel weer ineens voor mijn huisje staat, dan is een zielige kopje van, oh Mina, daar gaat het met je. Mm-hmm. Dan heb ik al zoiets, je moet opflikkeren. Ja. Ja. Weet je, ik zal 90% van de mensen die hier wonen nooit meer zien. Misschien op een reunie. Mm-hmm. Maar nee. Ja, weet je, krijgt er verder niet heel veel waarde meer aan. De mensen hier. Niet op alle mensen. Sorry, heel veel tussendoor. Op wie heeft Jordi gestemd? Op mijn, jou? Ja. Zijn positieve stem gaat morgen ook mee eens. Hij zegt ook, ja, een beetje hypocriet. Ja, ik ga ook op je... Ik ga hem ook aan je. Ik ga niet, ja... Eerst op mij stemmen en dan... Het zou heel raar zijn. Tegen je en zeggen van, nee, dag. Ja, dat is echt raar. Maar dan kan het nog maar zo zijn dat jij weggaat. Het is, zeg maar, volgens de verdeling van de stemmen van vandaag wordt het 7-5. Oh, en jullie kunnen natuurlijk niks. Nee, wij kunnen niet stemmen. Of het publiek moet er nog een stem in hebben. Dan kan het nog wel spannend worden. Dat zou nog best wel kunnen. Ik weet niet meer hoe dat voor als er, ging. Als er een jaar... 3-4 stemmen of zo door het publiek gegeven kunnen worden? 3, denk ik. Het ding is, wij hebben vandaag te horen gekregen ook dat wanneer er een gelijke stemming is, dus 6-6, dan worden de stemmingen vertraagd met 24 uur. En als het publiek 1 stem krijgt, dan kan er nooit een gelijke stand plaatsvinden. Dus dan gaat het publiek mee beslissen, waarschijnlijk. Misschien zijn er dan 2 stemmen van het publiek of zo? Dat zou wel voor zijn, als het publiek 2 stemmen heeft. Ja, maar de vorige keer heeft het publiek te weinig te zeggen gehad. Ja, maar het gaat er ook om ons. Het gaat niet om het publiek. Dat ze ook een uur tussen de tijd hebben om te stemmen. Weet jij veel? Dat zou in potentie kunnen, ja. Dat er nu wordt aangekondigd, morgen zijn er positieve stemmen. Oh! Ik zeg niks geks. Ja. Ander onderwerp. Oh, ik ben gewoon leeg. Oh. Ja? Oh, ik ben ook leeg. Nogmaals, foei. Is gewoon leeg. Nee, ik ben niet leeg. Hallo. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. To your friend, everything. Do you see the time supposed to heal ya? I ain't done much here. Hallo. Mama! Als jij nog dingen hebt die je aan Kay wil laten weten, dan laat je dat me weten voor morgenochtend. Hè?
ik zie hoe erg jij, hoe graag jij naar huis wil, hoe niet leuk jij het hier vindt. En van Jens denk ik niet van leuk. Ja, die kan hier nog een weekje of wat volhouden. Oh, er vallen aan alle kanten gaten. Ja. Zeg maar, ik doe hier belachelijk veel. Ja. Maar de markt. Ik doe hier de standhouders, ja, de vrijwilligers. Ik doe de kaartverkoop, ik doe de webshop, ik doe de hokken van de dieren. Ik doe het grasmaaien, ik doe het straten. Zeg maar... Koken. Schroeven. Qua productiviteit. Kook, smiddags, hey, kan ik mee eten, tuurlijk. Er gaan echt gaten vallen. Hé, hey, kan je even helpen, tuurlijk. En mensen zien dat niet. Nee. Van, hey, is de bal al ingericht? Oh ja, heeft Jens al gedaan. Is er wat? Een bar, ja. Ja, en dan krijg je een keer een opmerking van, ja, maar je zou me, zal je helpen met de bar? Ik ben kist aan het maken. Hé, hey, wie heeft de onderkant van de silo opgeruimd? Oh, heeft Jens even gedaan. Ja. Hé, hey, het aanrecht is helemaal schoon. Oh, oh ja, heeft Jens gedaan. Ja, maar ik had afwasdienst. Oh ja, Jens. Ja, Jens heeft toch wel. Nee, natuurlijk, maar als mensen dat niet zien, dat is oké. Nou ja, mensen hebben echt stront in hun ogen. Nee, en ik denk niet eens dat het niet zien is. Ik denk inderdaad de mogelijke strategische verdere verloop. Mensen denken van, hé, het is een mooi moment. Ja. En het is het beste moment ook. Want jij bent ook een beetje mijn rem nog hier. Hè? Ja, dat is waar. Zeg maar, omdat jij als ik hier weg bent, zou zijn, dan doe ik nog enigszins normaal. Spookte gisteren nog een gedachte door mijn hoofd om het geld uit de kluis even te halen. En even in een envelopje te verstoppen. Om even een statement te maken hoe onhandig het is om grote hoeveelheden contant geld op het trein te hebben. Ja. Zeg maar, dat soort dingen die vallen wel weer gewoon. Dus dat soort dingen zou ik doen als jij hier niet was. Ik denk wel meer van dat soort dingen inderdaad. Ja. En dan als Jesse tegen mij zegt van, hé, nog één keer een bord op de grond gooien, dan gooi ik je over het hek. Pak de hele stapel alles op de grond. Ja. En dan? Ja. Ah, ga je me pakken, ja? Oké. Okay. In mijn huis, gast. Ja. Is er niks voor jou bij? Nee, joh, dus dan zou er leuk gespeeld worden. En dan had je waarschijnlijk ook nog een tattoo laten zetten. Nee. Dat is klaar. Dat is klaar. Dat is klaar. Oh, jongens. Nee, maar ja, ik weet ook wat het met jou doet als mensen in de massa mee lopen te laten. Ja. Dus daarom doe ik dat ook niet. Mm. Maar ja, zou je hier niet zijn, de laatste week hier dan, with nothing to lose? Ja. Jalala, jalala. Dan is Joker Jensie weer terug, hoor. Dan heb ik ze gepakt. Ja. Weet je wat chill is? Ik heb allemaal snoepjes en zo besteld. Goed zo. Ja. Die komen als goed vandaag binnen. Ik ga deze haar eruit trekken, hij is te lang. Je hebt nog 150 euro te besteden. Treat yourself. Kan ik vandaag niet even een bestelling bij de Doodoo? Maar volgens mij hebben we afgesproken dat dat niet meer overdraagbaar is. Mm-hmm. Nou ja, dan moet je het even van. Is het niet meer overdraagbaar? Volgens mij niet. Dat weet ik niet zeker. Nee. Om het eventueel te voorkomen is dat wel een goed idee, ja. Ik wil in ieder geval vanavond nog even lekker een pintje open trekken. Ondanks dat het maandag is. Dylan niet, hè? Nee. Dylan werkt. Ja, misschien. Nou, ik weet het niet. Nee, doe me niet. Nee. Ik ga het niet doen. Ik kan er wel gezellig bij zitten. En die pint die pakken we hierna nog wel een keer. Zeker. Brendan? Oh, Brendan. De JK, dat is de rolling. Yeah, de Hot Amara. Go low, go low. Waar ik go low.
toen dat mailtje voor Milan... Ik had het erover dat mensen, als er een mailtje binnenkomt, dat ze dan gelijk in alle status... Ik wil printen, en dan naar iemand toe rennen. Dat ik echt zoiets heb van, jongens, ik weet niet, maar... Je airtime krijg je ook al op een ander moment. Rustig maar. En toen pakte Dylan inderdaad het... Het voorbeeld van toen wij samen boven zaten. En dat naar Milan toe. Ik dacht van, oh, ze ligt te slapen. Laat me lekker slapen. En dat jij er alsnog heen ging. Ja, weet je wat ze is? Ben ik wel gewoon heel erg oprecht mee. Of dat... je weet wat ik nu bedoel. Mm. Als het een heel leuk mailtje is, dan kan het best wel gezegd worden. Maar ja, als de persoon niet gemotiveerd is om het mailtje te horen te krijgen... wat vaker met Milena is gebeurd... ja, dan stop je zelf ook geen energie meer erin als Milena een leuk mailtje krijgt. Ja, dat was het punt niet helemaal. Nee, dat was niet het punt. Dylan zegt, ze ligt op bed en jij pakt alsnog je momentje. Dat is eigenlijk wat er wordt gezegd. Nou ja, heel eerlijk gezegd, het was 3:00 middags. Ja, dus? Ja, en dat is al de bel wat er in mijn hoofd omgaat. Ik bedoel, kijk, als je één keer in zoveel tijd op je bed ligt en eventjes... dan snap ik het enigszins nog wel, maar bij jou was het meer een vaste periode van dat je elke keer dan op je bed lag. Ja, dus? Ja, en dat is dus iets waar... Jouw pakje aan. Dat is mijn pakje aan. Dat is hier zeker waar, maar dat is ook waarom ik toen naar je huis ben toegegaan van... Hé, Milena, ik heb een leuk mailtje. Als jij zegt, ja, nu even niet. Ja, helaas, dan niet. Maar dat had je toch ook wel kunnen verwachten? Hm? Dat, zeg maar, als je had nagedacht op dat moment toen Dylan zei, ze ligt op bed... had je ook wel kunnen verwachten van, joh, die gaat er niet uitkomen. Ah, mooi allemaal. Niet helemaal mee eens. Ja, ik wel. Hè? Ik wel. Daarom zeg ik het. Ja, nee. Daarom zeg ik ook dat ik het niet mee eens ben. Tell you I'm sorry for breaking your heart. En bij mij is het meer, hey, als je in een dip zit en het is positief nieuws, misschien ga je dan uit die dip zitten. Maar ja, ook jou kennende gaat het al heel erg moeilijk. Zo. Maar touché. So you just have to wait. Maar gewoon nog even oprechte vragen. Doe je dat dan met de intentie om haar uit een dip te halen? Dat je met de mail... Als het een mail, de mail was van Marie van der Ven, dat die langs zou komen, nou ja, dat is oprecht een heel leuk mailtje. Als het een mailtje is, dit is ook namelijk eerder gebeurd van, hey, de groetjes van Amy. En dat soort dingen, nou ja, daar ben ik niet van plan om daar naartoe te gaan om te zeggen, hey, Gerrit, je krijgt groetjes van Amy. Maar als het iets leuks is, zoals Marie van der Ven komt, gooi even een datum. Dan zie ik daar niet het kwaad van in. Maar dat doe je wel met de intentie om iemand anders er beter van te maken. Ik kom met mailtjes, ook met minder leuke mailtjes. Dan spreek ik daar ook mensen op aan. Even heel zwart-wit. Wat is je vraag precies? Is het voor je eigen airtime of is het voor het belang van een ander? Airtime boeit me echt vrij weinig daarmee. Als het een leuk mailtje is van waarvan ik dan hoop van, hey, die persoon komt misschien uit die dip, wat niet het geval is geweest uiteindelijk, dan, hey, dan is het heel erg mooi voor die persoon. Want als je continu tegenslagen hebt en je hebt een keer iets moois, ja, probeer dat eventjes heel erg mooi te belichten, waardoor die persoon misschien hopelijk een beetje de andere kant ook gaat zien in plaats van de tegenslagen. Maar ja. Maar ik doe dat niet per se om airtime. Je geeft daar niks om. Als ik nogmaals je eigen woorden mag quoten. Geef ik om airtime? Nou ja, licht gaan voor wat ik het doe. Doe ik het voor het Love's Love Festival toen. Daar heb ik zeer zeker al die momenten gepakt. Maar nu dat is meer om een festival te belichten met een mooie boodschap eraan. Dus zie ik daar ook niet echt het kwaad van in. Oké, nee, maar dan is het duidelijk. Ik bedoel, kijk, en als ik een ruzie met je heb en ik loop tegen je te schreeuwen... Huh? Dan doe ik dat ook niet om airtime. Als die daar zo staat, kunnen wij aangelopen gaan zitten op de bank. Oh. Tell JK that we're still rolling. Ja. Maar ik vind het wel leuk dat er heel veel wordt gedacht dat ik het de airtime parade paardje ben. En vind je dat raar dat dat wordt gedacht? Nee, jullie kennen me niet helemaal zo goed daarin. Doet hij het? Want waar mensen kunnen denken, hey, het is... paradepaardje die airtime wilt, kan je ook kijken van, hey, die persoon is oprecht enthousiast. Die persoon boeit het wel. Dat okay. Een ene persoon nog een soort van enthousiast niet in de bed blijft liggen. Laat me even deze situatie voor je schetsen. Stel dat je dit aan Gerrit zou vragen. En Gerrit zou zeggen, airtime boeit me niet. Hoe zou je dan reageren? Aangezien zijn woorden zijn, ik ben hier voor een show.
zou ik dat in twijfel nemen. Maar heb je nooit volgens mij gezegd dat ik hier voor een show ben? Ik ben hier om iets moois bij te dragen. Die was meegewassen. Ja, die deed het niet meer. Hebben we die weggegooid? Mag ik ook de mail lezen? Maar ja, als jij uiteindelijk vindt dat ik een paradepaardje ben, een showpaard of wat dan ook. Oh, dan kan het zijn dat hij niet... In de wijze woorden van een hele mooie actrice. Dat mag je vinden. Ik dacht dat hij was weggegooid. Maar nee. Dit was bedankt voor de complimenten namens Shelly. Toch? Ja, dit is de batterij die... Mag ik hem lezen? Deed. Nee! Oh. Jordi probeert hier weer een moment van te maken. Jens. We moeten op zoek naar andere batterijen. Jee. Ik ga even koken, kiddo's. Maar gaan we even bij mijn was kijken, blijkbaar. Echt? Ja. Oh, leuk. Zo, hij heeft wel eisen, hè? Goed. Ja, leuk. Super tof. Go low, everybody go low. Couple photos. Tell JK that we're still rolling. Ah, wel cute dat hij zegt voor, van hun en Jordi's slaapplek. Love you, Robert. Robert. Ik wil alleen maar dat filmpje opnemen. Zullen we wel waar die andere camera is? Neem trouwens even mee. Past die batterij van die camera niet hierin? Volgens mij niet. Het strand. Wij gaan met z'n allen naar het strand. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, jongens. Ik kan het ook niet aanzien. Bas. Boom. Ja? Ik kan dat ook niet aanzien, hoor, die computer. Nee. Helemaal gek. Nee, maar dat... Ik heb wel geduld. Ik heb mijn geduld gefout. Thank you. You Thank only you. Have to do one thing. It takes 3 minutes. Kijk. Oh. Namelijk, namelijk. Goedemorgen, Ed. Van wie is dit? De duurste tandpasta uit het assortiment heeft hij bij. Wat is dit voor? Wat is dit? En heb je ook een labello? Ja, en de duurste. Nou, wat is dit voor gek? Die denkt dat ik het geld had. Helemaal gek! Dat vind ik een goed. Jens en Milena komen eraan. Oh god, ga je zien. Nee, ik ook niet. Ik ben benieuwd of je nu wat gaat zeggen. Huh? Heeft hij tegen jou wat gezegd over? Nee. Dat is wel niet meer nodig, waarom? Tjonge jongens. Doe nou even een cleanertje, dat is veel sneller. Ik ga even één keer cleanen doen als je... Ja, oké, let op. Eén keer proberen, dan ga ik die cleaner erop gooien, oké? Ja. Oké, dan gaan we. Dit was... Dit wordt echt een karige lunch.
weet nog niet wanneer. Nu nog niet. Tel JK, de rolling. Yeah. Ik heb honger. Dat weet ik wel. Golo, golo. Everybody golo. En maar ik denk ook niet dat ik een spel hoef te spelen. Als ik gewoon doe wat ik wil. Ga je zelf blijven. Ik maak me in ieder geval voor de komende aantal stemmingsronden echt totaal geen zorgen. De eerste volgende in ieder geval niet. Nee, degene daarna ook eigenlijk niet hoor. Willem. JJ. Vriend. Het wordt wat. Is lange kuil. Dat ze Jens boven Milène hebben gekozen, snap ik niet. Dat snap ik echt niet. Ja, ik snap het wel. Want ja, Jens die wil nog game spelen. Mensen zien niet hoeveel hij doet. Nee, ook niet. Jens doet echt fucking veel. Ja, als Jens wegvalt, vallen we echt gehaald hoor. Mm-hmm. Klopt. Jens zorgt dat alle standhouders op orde zijn. Die zorgt dat de kaartverkoop goed gaat. Die doet best wel veel voor de markt. Jens doet heel veel, maar niet alleen voor de markt. Nee. Hij doet webshop. En nee, niet meer, hè? Nee, niet meer. Maar weet je hoe het gevoel ik een beetje heb gehad? Je hebt toch mensen op kantoorbanen en zo die andere mensen wegwerken door harder te werken, allemaal dat soort dingen? Ja. Mariska. Natuurlijk. Mm-hmm. Wat zij heeft gedaan is een webshop eigen maken. Zoals Jens daar. Ja, en dan volgens krijg je inderdaad wel dat het is van ja, alleen maar puzzelen en tekenen. Ik vind Jens zo'n fijne gozer. Ja, daarom zijn er een aantal mensen die zijn gewoon te gefocust op dat einddoel. En die willen gewoon teams maken. En dan gaan ze gewoon mensen wegspelen. Nou ja, weet je wat? Snap ik niet dat ze Jens eerst doen. Wat uiteindelijk wel zo is. Daarom hoop ik ook dat het publiek eigenlijk ook op een gegeven moment een rol gaat krijgen met bijvoorbeeld een eindstemming van. Kijk, wij bepalen waarschijnlijk nu van wie er mag blijven. Maar dat op een gegeven moment dat het is publiek. Want wanneer jij. Stel je voor, hè, dan heb je Merel, Jesse, Frenny, Gerrit, Mariska en Hiske. En dan nog een ander persoon. Zeg even bijvoorbeeld. Shelly. Nou, Brandon. Die gaan dan allemaal op die ene persoon natuurlijk. Die ene persoon. Die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks, maar hij heeft 3 stemmen. Dus die weet wel van oké, elke keer als ik kom elke keer op de bank te zitten, maar ik kan donders goed bepalen wie ik meeneem naast mij. En dan hoop ik dat daar ook gewoon een brief in komt met, hoi, vanaf nu mogen mensen thuis bepalen wie er blijft. Weet je wel? Ik hoop wel dat er nog een plot twist komt. Want ja. als het doorgaat zoals nu, en volgende week gaat Milène weg bijvoorbeeld, dan is het hele spel is gewoon, dat is gewoon. Dat is al gespeeld. Is gewoon bullshit dan. Nou, niet bullshit, dan is het. Dan is het gewoon maar 1-1 kop eraf. Ja. Totdat er de laatste 5-6 overblijven. Wie denk je wie als laatste is die de kop eraf hakt? Wordt gehakt of gaat hakken? Want ik denk eerlijk gezegd dat het dan als Milène weg is, dat het niet lang duurt voordat Brennan weggaat. Publieks favoriet. Dylan. Romy. Dylan. Ik. Ja, en dan heb je. Ik ben ook gone. Alexandra, gone. Alexandra, Shelly en ik. We gaan vergaderen, jongens. Ja. Dan heb je nog Alexandra, Shelly en ik. Hè? Huh? Ik kan er niks aan doen. Niet doen. Het doet echt pijn. Echt gewoon op. Maar ik kan niet eens normaal erop staan. Anders doe je slippers aan met sokken. Ik heb geen slippers. Oh, cool. Nee, wel stevige schoenen aan houden. Gewoon lopen. Ik kan er niks aan doen, het doet pijn. Ik moet ook wat eten. Het is alsof mijn vel los zit. Oeh. Ja, maar dit wordt. Dit, als het zo blijft. Ja, ik ga echt niet vergaderen. Dag. Als we vergaderen? Ja. Daar heb ik geen zin in. Als het is wat het is, dan is het wat er is. Ik ben benieuwd volgende week wat gaat gebeuren. Mm-hmm.
Mm-hmm. Hoop zo. Ga denk ik lekker even het atelier in. Je hebt een stukje met muziek, toch? Ja, dat ga ik doen. Heb je reunie erop staan? Nee, maar dat hoeft niet. Nee? Anders mag je die van mij. Dank je. Auw. Hè? Gewoon lopen.